Hoe lang ben je trouwens al aan het filmen? Sinds het begin. Nee, maar hoeveel minuten staat er op de camera? Er staat geen minuten. Oh. Ben je gewoon niet aan het filmen? Ik heb een klik. Oké. Wacht. Opslaan. Deze week neem ik een keer mee Ophelia Zomerkamp. Als ik tegen mensen zeg dat ik reisleider ben, dan denken ze of dat ik door Europa reis met een paraplu in mijn hand en dat ik Chinezen of Duitsers de Eiffeltoren laat zien. En als ik dan zeg dat het met kinderen is, dan denken ze dat ik animatiewerk doe. Maar dat is het totaal niet. Laatst vroeg een vriendin ook van waar zijn de ouders dan? Werken? Zelf op vakantie? Dit wordt mijn vierde zomer. Ik ga deze zomer 6,5 weken draaien. Dat is de eerste keer dat ik zoveel weken draai. Normaal gesproken gemiddeld 3. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ik dit ga overleven. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Mensen zeggen dan ook als ze horen dat ik 6,5 week ga werken. Dan is het van, oh, maar dan verdien je wel lekker veel geld. Maar dit is vrijwilligerswerk. En dan zeggen mensen weer, nou dat ga je toch niet doen, dat wil je toch niet. Maar ik hoop jullie dus te laten zien waarom ik het nou precies zo leuk vind. Wat ik nou allemaal precies doe, wat het allemaal inhoudt. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. De eerste week van de 6 draai ik in Costa Bladen, waar ik nu ook ben. En ik heb er vorig jaar ook een weekje gestaan. En dat jaar ervoor heb ik ook een weekje hier in Bladen opgedraaid. En het is heel erg leuk. Straks om 12 uur komt David, waar ik deze week mee draai. Of eigenlijk een halve week. Ik ben hier al sinds gisteravond. Vraag me niet waarom. Het kamp begint op zondag. Dus het is heel normaal dat David vandaag komt. En het zou ook normaal geweest zijn als ik vandaag was gekomen. Maar ik ben er al sinds gisteren. Dus ik ben er al 2 dagen. Ik vond het gisteren een beetje spannend om hier alleen te slapen. Want het is echt een hele grote akko. Maar uiteindelijk heb ik heel lekker geslapen en heb ik het overleefd. Aan de andere kant is het dus ook fijn dat ik vandaag niet hoef te reizen. Dat ik vandaag niet vroeg mijn bed uit hoefde. Het is deze week wel een beetje bijzonder. Want over het algemeen draai je een week. Maar deze week is het een halve week. En deze week staan we ook met z'n tweeën. Dus dat is een beetje bijzonder. Daarnaast hebben we maar 11 kinderen. Gemiddeld heb ik er normaal gesproken 50 of zo, 40. Vorig jaar heb ik er zelfs een keer 80 gehad. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk als het bijzonder is. En daarom begin ik deze video's van mijn Ophelia zomerkampen vandaag. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk gaan vinden. Dat jullie een betere indruk krijgen van wat het nou allemaal precies inhoudt. Dat jullie misschien zelf ook leider willen worden. Ik ben trouwens de meeste weken LC, locatiecoördinator. Ik doe alle dingen die een reisleider ook doet, maar daarnaast heb ik wat extra taken zoals de boodschappen doen, verantwoordelijk zijn over het budget, contacten met de ouders, dat soort dingetjes. Ik neem jullie dus vanaf nu een aantal keer mee. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En misschien ben jij dan volgend jaar wel mijn collega. Welcome to my crib! Oké, nou, je kwam daar dus binnen en heb je hier een mooie slaapkamer voor de kinderen. Even een lichtje aan. Nou. Het gaat meteen goed. Zo moet het dus niet. Ik heb het gisteren nog gedaan. Ja, ja, en dit zijn ook gelijk de beste douches. Lekker warm. Hier 2 slaapkamers, dezelfde bedden als beneden. Vind je het tot nu toe interessant, David? Geweldig! Hier tref je als eerste de eetzaal aan. We gaan het straks nog een beetje gezellig opstellen. En nu is het ook nog een beetje een rommeltje, want we zijn alles aan het versieren. Maar het wordt heel gezellig straks allemaal. Misschien kun je dadelijk nog een contact aan MTV vragen. Ja! Ja. Sponsor mij! Oké, en dan, ja, dit is wel echt heel leuk. Hier kan je heel gezellig. S'avonds weerwolven. Ja, precies. Mogen we de open haard aanzetten? Weet ik eigenlijk niet. Want voor mij stond er wel iets over. Van, je mag open haard aanzetten, maar moet je eerst iets doen. Nou, hier heb ik dus gisteravond al heel lonely in mijn eentje gezeten. Vandaar dat ik die kabel. Ik zat Love Island te kijken. Oeh, dat is een betere tv. Hier kunnen de kinderen heel leuk. Oh ja, dit is de verkeerde. Tafelvoetballen. Dat is voor jou. Nee!
Ja, daarom laat ik dat ook over aan de kinderen. En dan kom je hier weer terug in eettaal. En dan denk je, dat is het vast. Maar nee, dat is het niet. Want we hebben nog een gedeelte van het huis. Hier hebben we allemaal slaapkamers. Ik zal er even één laten zien, want ze zijn allemaal hetzelfde ongeveer. En hier hebben we mooie stapelbedden. Nou, hier wil je toch slapen? Tuurlijk! Dat ga ik ook doen. Nee, jij gaat hier niet slapen. Maar ik ga wel net zo'n ding slapen. Ja, wel in een stapelbed. Nou, hier hebben we ook weer wc's. Allemaal slaapkamers aan de linkerzijde. Stofkamer, ook dat is geheim. En dan weer hier. Ook weer douches. Hier kan je ook wel heel lekker douchen. Ik heb vanochtend gedoucht. Gaan we naar boven. Dan heb ik hier een hele leuke slaapkamer. Op zolder. Ja. Voor 3 kindjes. En zij hebben een eigen badkamer. Shh, niet hoor vertellen. Oh, wat zou ik. Hier op zolder nog een kamertje voor 2 personen. En ook zij hebben een eigen badkamer. Jezus, wat verwend. Ja. Hebben wij niet eens. Waarom pakken wij deze kamer niet? Ja. Moeten wel de kinderen een beetje in het... een oogje in het cel houden. Want ze gaan ze overlopen. Ah, ze lopen toch hier? Als ze hier zitten, kunnen ze toch overlopen? Ja, maar wij slapen hieronder. Dus dat... Dat horen we wel. Dat horen wij. En dan heb je hier een hele leuke... Ja, hoe moet ik het noemen? Een soort van klaslokaal, lijkt het wel. Alleen hier kunnen ze ook zo erg... En dit zijn gewoon bankjes voor het school van mij, toch? Niet? Ja, maar hier kunnen ze ook wel leuk spelen. En dan hebben we hier... Aan deze zijde. Oh, ik heb zo meteen zoiets leuks om te laten zien. We hebben ook weer slaapkamers. Nog een slaapkamer. En nu komt het. Hebben we Harry Potter fans? Hier kunnen ze ook nog ditje. En ik weet niet waarom het daar nat is. Een spook. En toch zo'n spook bij Harry Potter in de wc. Waarom is die nat? Ik heb hier niet gedoucht. Maar kijk, dat is toch heel erg leuk. Dan kunnen ze hier gewoon gezellig allemaal omheen hun tanden poetsen. Geweldig. En dan hebben we hier een hele mooie open keuken. Prachtig. Waar David hele lekkere gerechten gaat koken. Dat klopt. Die eigenlijk stiekem in de magnetron zet. Alle poffertjes. Ja. Nou, willen jullie buiten nog eventjes zien? Ik denk het wel, hè? Ik wel. Nou, hier heb ik het gisteren al heel leuk versierd. Leuke lampjes opgehangen. Prachtig. Kunnen die ook aan? Ja, we moeten nog eventjes een, hoe noem je dat, katrol of zo? Ja, een verlengsnoerding. Ja, die moeten we nog even naar buiten leggen. Met een vuilniszak eroverheen voor het veiligheid. Precies. Nou, dit is echt prachtig hier. Je hebt genoeg speelruimte. Hier op links kunnen ze ook heel erg leuk spelen. Het is ook een soort van voetbaltafel. En dan hebben we hier ook nog een heel mooi veld. Outdoor gaan we heel veel op de fiets. Naar activiteiten, bijvoorbeeld naar het klimbos. Naar een klimpark. We gaan ook door tunnels kruipen. Mm-hmm. En daarvoor hebben we hele mooie mountainbikes. Hele mooie mountainbikes. Die wil je toch op fietsen? Tuurlijk wil ik hier op fietsen. En dan hebben we daar op rechts hebben we nog een tafeltennistafel. En daarachter kunnen we een kampvuur maken. Maar dat ligt er een beetje aan hoe droog het is. Of het wel veilig is. En hier zullen we ook heel veel leuke spellen spelen. Avondspelletjes. Ja. Dit veld is daar echt heel erg mooi voor. Ja, dat is perfect. Ja, toch? Ja. Je hebt booschiet en zo. Want booschiet is altijd zo'n rotzooi om neer te zetten en alles. Met die netten. En dat je niet mensen neer gaat schieten per ongeluk. Ik hoop dat mijn huis nog open is. De boodschappen die ik heb besteld zijn er.
Dat is trouwens. Ik had het echt. Ik heb een meid. Had je het nu niet gezien? Ik had het enige gezien, maar ik wist niet dat het kan anders dan. Nee, dit is recht. Ja, maar dit lijkt van L. Ja, die. Waarom ga je er nou op de grond aan? Dat ik niet mij, mezelf aan het pakken was. Zo, mijn voeten doorheen. Je pakt deze voeten. Oh ja. Deze. Maar je voeten achter zetten. Wat? Ja, precies zo. Maar je moet er goed mee afzetten, dan maak je het ding niet. Nou! Je moet hem naar beneden duwen. Maar het gat is te klein! Helemaal niet. Dat zou ik ook zeggen. Oh, ik vind het zoveel pijn. Oh. Ik heb hem bijna. Dat is wel je goede voet, toch? Iets zeggen moet. Nee. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dit is mijn slechte voet. Dit is mijn slechte voet. Het ligt aan mijn voet. Ja! 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 Nee, doe voorzichtig. Zo boos op de kinderen als ze dat doen en nu dat het ging aan zeeën. Ja, dan niet, daar schoot een pijl op me. Oh, kijk, daarom hebben we dat net dus hangen. Voor de LC die niet goed kan richten. Kan je horen dat we al wat wakker zijn. Goedemorgen. Hi. Hebben we lekker geslapen? Ik ben aan het filmen, dat heb ik op de camera. Oké, meisjes. Jullie mogen heel rustig gaan wakker worden. En dan mogen jullie gaan aankleden. Ik wil jullie allemaal een lange broek aanzien hebben en een shirt met lange mouwen. Ja, okay. Want we gaan mountainbiken. Mag je ook een vestje aandoen? Ja, oeh, voorzichtig! Staat het erop? Nee, maar je hoort het wel. Is het is een beetje donker. Ja, ik doe even het licht aan. Oké. Okay. Zeg maar er komt er gewoon één naar beneden glijden. Zeg maar hey mensen. Oh, hey mensen. Vast een duimpje ja, omhoog. Maar ik film jullie niet. Ja. Vandaag een duimpje omhoog voor deze dag. Ja, abonneer sowieso op. Ik sta op YouTube. Heb jij een YouTube-kanaal? Ja. En dichte schoenen. Ja. En dan... En niet vergeten tanden te poetsen. En dan wil ik jullie om 8 uur aan het ontbijt zien. Het is nu 7:30. Oh ja, je mag ook daarna tanden poetsen. Nee, de meisje klaarzetten. Met de afwas. Ja, jij mag helpen met de afwas. Nou, jou hoef ik al niet meer wakker te maken. Oh, je hebt ze al wakker gemaakt. Is wel wakker. Zo. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Ja, goed zo. Maar... En het is hier nu ook minder warm dan gisteravond. Gelukkig. Gelukkig. Oké. Okay. Waarom ben je aan het vloggen? Heeft David al gezegd wat hij van jullie verwacht? Waarom ben je aan het vloggen? Ja, toch? Ja, goed zo. Waarom ben je aan het vloggen? Voor mijn YouTube-kanaal. Okay, zodat we andere reisleiders erbij krijgen. Oké. En dan gaan we weer naar de laatste kamer. Goedemorgen. Mara ligt nog diep in coma. Mara. Je moet de ontbijt klaarzetten. Wiki wiki.
Rise and Shine. Ze doet haar kussen over haar hoofd. Dan denkt ze dat ze ons niet kan horen. Heb je lekker geslapen, Aniek? Ja, goed zo. Een lange broek aantrekken. Een shirt met lange mouwen. Dichte schoenen. Dat is een motje. Die doet je niks. Hij is goor. Dat doet niks. Nee, ze kunnen alleen een beetje in je kleren eten. Dus dichte schoenen. En dan om 10 voor... Lange schoenen of gewoon dichte schoenen? Dichte schoenen. Zei ik lange schoenen? Of vroeg je warme schoenen? Wandelschoenen. Oh, wandelschoenen. Helemaal de war. Nee, maakt niet uit als het maar dichte schoenen zijn. En dan zou ik het heel fijn vinden als jullie om 7:50 beneden zijn, zodat we het ontbijt kunnen klaarzetten samen. Dat is nog kort voor 8. Ja, maar daar hebben jullie heel weinig tijd. Dus ik gun jullie extra 5 minuten. Lief, hè? Ja, ik kan nog wel snel wakker worden. Oké. Okay. Dan zie ik jullie zo. Als ik het water in mijn ziet, goed met... Oh, nee, dat ga ik niet doen. Nou, tot zo. Doeg. Waarom hebben wij dat opgehangen? Omdat je dan D1 van deze prijzen mag uitkiezen om te doen. Superleuk. En wat moet je daarvoor doen dan? Klusjes. 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 Maar vrijwillig, het is niet verplicht. En delen, lief zijn en al die dingen. Ja, inderdaad. Je kan ook een mop vertellen. Grappig zijn. Of iemand helpen, inderdaad. En dan kan je dit winnen. Nou, dat wil je toch? Wat zouden jullie heel graag willen? Kussengevecht met staf. Met de staf, kussengevecht met de staf. Ik ga haar sowieso pakken. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Danita. En ik ga laten zien wat voor ontbijt. Nou, we hebben heerlijk vlees en zo. Met pindakaas en stroopwafels. En heel veel andere dingen. Drink yoghurt. Framboos. Tijgerbrood wit. En we hebben ook kruisli misli. Heel lekker. En hier heb je nog een mandje met stroopwafels en rijstwafels. En hier heb je komkommer. En je hebt hier nog magische yoghurt voor andere mensen. Hier heb je drinkyoghurt mango. En hele cornflakes. En dan... Je hebt een haarslag en dat was het dan. Leuk dat je kijkt en vergeet niet te abonneren. En er komt straks ook nog tomaat op tafel. Nou, wat willen we nog meer? Deze. Fiets. En dan vervolgens mag je naar David en dan krijg je daar een helm. En dan ga je daar mooi een rijtje maken. Ja, de zadels ga ik omhoog of omlaag zetten. Komt helemaal goed. Even kijken. Ik wil Mara... Oh, dat wil ik ook. Mag je hier even opzetten? Moet ik nu ook nog? Mag je daar het veld even filmen? Rond. Bij David? Ja, ik heb daar wel wachten. Nee, eerst even een helm halen. Dat mag, maar je moet altijd blijven trappen. Ja. Dus niet je voeten niet bewegen en dan aan de versnelling gaan zitten. Altijd blijven trappen en dan de versnelling. Dus je moet remmen, dan moet je beide remmen tegelijk gebruiken. Ik wil. Ik klap voor mijn bil. Opzitten. Ik denk dat hij ietsje slaag gaat. Nou, perfect. Ga mijn helm halen. Toedels. Toedels. Freek. Freekie. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Ga maar zitten, jongen. Ja, goed zo, jongen. Ga mijn helm halen, jongen. Ga dan. Lekker. Spannend, hè? Paris. Ja, kom maar, Evie. Yes. Evie, stop eens. Nee, natuurlijk niet. Ik ben wel bang dat je dopper er met een heuveltje uit gaat vallen. Maar dan mag je hem wel bij David in zijn tas stoppen. Kijk je hem even lief aan. Mag ik deze? Geen verband. Oh, hij is iets te hoog. Te hoog. Ga hem maar even af. Te hoog, te hoog. Ga er nog eens op zitten. Geeta. Zijn ze vergeten? Ja, kom maar, Sophie. Ik ga gewoon doen. Oké, wie kreeg er dan... Okay. Ja, jij kreeg van vanochtend... 4. Even kijken, Freek. Hoeveel heb ik er? 1, 2, 3, 4. Ja, ik kreeg nog één, want die mij in mijn rugzak.
gezakt. De weddenschap en? Nee, geen weddenschap. Ik heb 15 doekoes. Oké. Okay. En wie nog meer? Wie moest er nog meer? Krijg... Oké, okay, Annie, wat heb jij gedaan? Allemaal de tafels en stoelen. Tafel. En de fruitmandjes. Ik ook, ik ja. Wat heb je gedaan, Maartje? Ik heb de tafels omgedraaid en neergezet in de... En stoelen. Wat heb jij gedaan, Julie? Tafels gepoetst en tafels omgedraaid en de paar stoelen. Oh, ik moet het even kan ik drie keer komen. En Evie, jij hebt twee. Ja. En wat heb je nog meer gedaan? Of was dat het? Ja. Nou, ik maar heb je het ook al opgeschreven van toen met de tafels weggeschreven? Van de? Nou, we hadden ook nog de tafels weggeschoven. Daar heb ik wel mee geholpen. Twee. Hoeveel heeft er? 33. Klopt het? 10, 20, 30, 33. Wat heb je gedaan, vriend? Ik heb de stoelen en de tafels erop gemaakt. Goed gedaan, jongen. Ja, maar als je eerst hier maar begint te kunnen kijken hoeveel we al hebben. Moet je hem eerst door de midden snijden? Moet ik daar ook wat mee doen? Ja, dit gaan we ook nog doen. Maar dit is wel weg. Ik weet niet wat we gaan doen. Wat zeg je? Van die stronkjes, laat me zeggen, dat kan gewoon weg. Ja, ja. Dus nog een keer zo en dan zo. Ja, oké. Hoeveel vaten zijn ze nog erin? Allemaal. Waarom vind je die soort muziek zo zacht? Ja, ik wil even niet harder. Kijk, de andere variant daarvan is, daar het twee pasjes niet. De muziek op harder wil zetten. Daar is het niet zetten op harder. Dankjewel, Maartje. When I'm with my baby. Dat wil je wat leuk. Dat is een beetje. Ik kan nog nooit een keer zien als een YouTube-rol. Weet je, na drie dagen nog steeds niet hoe ik heet? Ik ben Anita. Anita. Danielle. Anita. Dat heb ik ook. Daar staat al YouTube. Maar voor de meer. Wat gaan we eten, meisjes? Sla met komkommer. Dat is het ook. Ik moet hier. Maar dat is eerder al gedaan, want ik wil gewoon weg. Had ik hier weg kunnen leggen? Ja, sorry hoor. Waarom ben je er? Waarom ben je er? Dani. Ja. Heel erg. Ik heb het gezegd. Dat had ik hier gezegd. Nee. Danita. Volgende week zegt dat ik Danita. Ik heet Danita. Ja. Ja. Hoeveel zit erin? Ik denk dat ze nu wel uit is. Koken met Daan, jongens. Valt ik hem zo. Wat heb je nou weer gedaan, Maartje? Niet mijn stil. Misschien kan ik hem er nog aan. Geef mij, ik los het wel weer op. Weer, zo weer. Ja, weer, zoals altijd. Dit lukt eruit. Yes. Maar spat je schoen erin. Nee hoor. Ik heb nog een klusje. Klusje. Ik ben. Sophie. Wat zeg je? Ja, fijn. Klusje, wat kan ik doen? Klusje, kan ik doen? Ja, ik heb een klusje. Ja, we missen water. Kijk, ik had wel iets. Aan tafel! Check of ze allemaal ontbijtenbed hebben besteld. Nee, de jongens niet. De jongens niet? Voor mij niet,
Even kijken. Aniek en Mara. Jawel, Frik en Max hebben ook ontbijt. Ja, oké. Okay. Op bed. Ja, dat doen we meteen. Koen ook al mee. De enige die geen ontbijt op bed heeft is Koen. Ja. Oh nee, wacht. Nee. Ontbijt op bed. 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 Iedereen. Nee. Dus 11 ontbijtjes op bed. Ja, we gingen van die kaart zitten, toch? Ja. En als we daar dan gelijk extra koekje en toetjes bij doen. Ja, precies. Oké, ik heb hier de lijst liggen. Oh, sowieso bij Maartje melk. Ja. Die verslaat de melk. Goedemorgen. Jij moet nog naar bed, vriend. Waarom? Omdat je je hebt ontbijtje op bed besteld. Oh. Yep. Terug naar bed. Ja? Natuurlijk wel. Ik ken je in de 3 dagen. Nee, maar we doen heel veel verschillende dingen. Dus er zal er vast wel iets tussen zitten wat je lekker vindt. Dan ga je even een boekje lezen. Of een spelletje spelen. Wie? Nou, Koen. Nu moet je dat slapen en nu moet je dat beschermen. Waar zijn dat niet en zo? Ja, je mag ons ook helpen met ontbijt op bed, maar jij. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Je krijgt er alleen geen doekoes voor. Nee, ik krijg er geen doekoes meer voor. Nou, dan mag je ons helpen. En dan ook 11 frazen. Die staan links. En de krentenbollen mag je ook pakken. Oké. Dit is een tijdje. Dit. We hebben alleen nog maar wit. Ik ga even kijken. Omdat we gaan uitslapen. Of nee, wij niet, maar. Jij ook niet. Nee, jij ook niet. Sommigen wel. Sommigen hebben sommigen hebben uitslapen gekocht. En niemand. Echt wel? Ja. Maartje en Sofie hebben uitslapen gekocht. En dat was het. Maar is het dan ook echt? Toen dachten wij, dan kunnen wij ook uitslapen. Maar toen waren we even vergeten dat wij alle ontbijtjes op bed moesten maken. Ja. Mag je de doos wel weggooien? Nee! Ik heb helemaal niks van terecht met jou. Oké. Okay. Echt wel. Echt wel. Echt wel. Liefst voor je reisleider. Reisleider. Oké. Okay. Toetje. Er ligt hier een. Lange vinger. Nou lange vinger. Wil je lange vinger? Ja, tuurlijk. Ik vind eerlijk, 2 mannen tegen. Ik al. Zelfs ik doe dat niet. Ik doe het wel. Daar word je toch moe van, hè, Freek? Goed zo, man. Verzeker hem meteen wat ik bedoel. Man, wat staat er de hele tijd? Zeg jij doet helemaal niks. Oh. Wat zeg jij? Jij doet helemaal niks. Dat is helemaal niet waar. Jawel. Ik doe alles. Ik moet hier altijd alles alleen doen. Ja, daarom slaap ik de hele dag ook. Ja. Ik heb eigenlijk ook naar huis. Ik heb geen zin meer. Straks komt er een reptiele man of vrouw en dan gaat hij ook slapen. Hij zei al gelijk, oh, dan ga ik een dutje doen. Dat is moe. Dat is moe. Beetje moe. Hashtag moe. Hashtag liever luid dan moe. Mijn brood is de bed. Het beste. Welke is voor jou dan? Deze! Jij smeert gewoon je eigen brood op bed. Hier alles! Aan de kant. Perfect weer alles! Als je anders wil, dan moet jij reisleider worden. Geef me die komkommer! Komkommer, die staat in de koelkast. Ik ga je. Koelkast. Nee, ik kon mijn zin niet afmaken door hem. Oké, Freek. Rijden met je kar. Ja, wacht op de deur. Voorzichtig, hè? Ja! Voorzichtig. Ik had het zelf op de ramas van. Kijk uit voor de glazen. Hoe gaan we? Nee. Die van de kar. Yes, klop me aan bij de eerste deur. Aankloppen niet binnen. Hele goeie. Niet te klein maken. Nee! Je is zo klein, joh. Nee, dat is niet eerlijk.